Hallo kijkers van Online Games, vandaag ik ben terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. We gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, promoot, ja, perfect, prima. Goed. Zoals jullie natuurlijk weten, hebben we natuurlijk dit mooie gisteren gebouwd, mooi afgemaakt. Hartstikke leuk, maar nu wil ik natuurlijk ook een smeltruimte gaan maken. Ik wil zo eerst in ieder geval een deur erin doen. En deze blok kan ook weg. Laten we dat gaan doen. Eerst even een deur. Goed. Dat lijkt me niet handig, dat lijkt mij het leukste om het met een ijzeren deur te gaan doen. Dat hebben we niet. Nee. Ijzeren deur, 23. Het gaat wel heel snel met de ijzeren die we hebben. Goed, buttons. Ik ben bang dat we die niet hebben. We sowieso eentje van die hebben, ja. Ik denk, we kunnen toch ook gewoon... Moet je echt gesmolten steen ervoor hebben, dan meen je niet. Nou. Doe dit er even in. Ik heb trouwens ook... dit ding nodig. Voilà. Kijken of die snel is. Een vaste 3, duurzaamheid 3. Dat is 2. Ook hebben. Goed. Dan kunnen we nu in ieder geval flink aan de bak. Kijk. Plaatsen we die hier in. No! Je moet dat wel echt op tijd gaan doen. Dat is wel een... ah, godverdomme. Ja, dat is dus wel een dingetje. Je moet echt altijd... goed. Nu moeten wij dus een soort van kelder gaan maken. Waar wij dus... en dan maak ik best wel een... dat is dus 1, 2, 3. Later. 1, 2, 3. Later. Nou, prima. Zie, dus 3 breed. Wat voor trappetjes? Gewoon van die keien, gewoon zullen we dat gewoon doen? Is
je wat ik eventjes ga doen? Verplaatsen die handel. Ja, dat is... Goed. We zitten in ieder geval wel hier helemaal volledig veilig. Ik bedoel... Er kan niks gebeuren. Het is eigenlijk onze bunker. Ja, dan ben ik toch onhandig soms, hè? Goed. Ik heb trappetjes nodig. 12 stuks. Ja, dan komen we nog niet eruit. Deze hier moeten doen. En dan is dit onze bunker. Stoten. Is dat erg? Nee. Ik denk het van niet. Als we die weghalen, dan zit je wel weer in de buitenlucht. En daar moeten we maar eens even gaan oplossen dat dat niet gebeurt. Goed. Dan gaan we kijken of dat gaat lukken. Dus dan gaan we met keien werken, met cobblestone dus. Hoe ik het doen. Maar het is zelf keihard, maar we noemen het cobblestone. Daar gaan we mee werken. Zo gaan we de muren. Gaan we denk ik wel gewoon met dit doen. Plafond af en de vloer met dit. Zullen we dat doen? Ik denk dat dat het beste is. Laat ik voor de zekerheid nog hier en daar wat pakken. Die kist is helemaal leeg. Laten we 19 van die. En dan heb ik er in ieder geval 26. Dat zal denk ik voldoende zijn. De tapijt moeten we hier ook nog maar gaan aanleggen hoor. Ik stel het allemaal uit. Er moeten sowieso hier en daar wat dingetjes misschien worden aangepast. Zo is de portal wil ik hier echt op een coole plek. Oké, kijk, als we nou... Ja, een bunker is altijd vrij laag hè. Dat is wel zo. Maakt net niet uit dat we onze hoofd stoten. Kijk, 1, 2. Dan gaan we nog eentje breed. Is dus wel zo. Hebben we die? Ik heb het toch niet nodig hier. Oké. Dat zijn dus 3. Oké. Dit is denk ik wel zo'n beetje. Ik ben hier niet tevreden mee. Is trouwens ook niet. Goed. Is dit zo genoeg? Ik denk het van wel. Thank you.
kruk. Dan wordt dit dus de vloer. Tot aan hier. Dan kunnen we misschien dit. Dat ik dit hier zo heb. Kijk. Dan hou dit gelijk als. Maar ben ik heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, zie je, dan is dit zo. Dan is het gewoon eigenlijk heel simpel. Ziet dat eruit? Ja, weet je, als dat groeit, dan is dat allemaal geen enkel probleem. Kijk. Dan maak ik er gewoon hier een extra laag van. Dan is het probleem onder, waar het dus hier zo komt, is het dan opgelost. Nou. Nou, voilà. Daar zie je niks meer van. Oké. Druk de bunker in. Zullen we dat gaan doen? Dus dat we vanaf hier zo gaan kijken. 1, 2, 3. 3 breed. En dan hier zo ook. Dus 1, 2, 3. Oei, 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 oei. Laten we gewoon hier fakkels even in gaan stellen. Zo. Kool. Ik ben hier nog niet geweest, zie ik. Ik ga toch maar even dit. Waarom als ik ooit zombies. What the fuck? Zag je dat? Oké. Okay. Daar kun je dus naar boven lopen, hè? Oké. 1, 2, 3. Dus dan komt de, is dit dus de vloer. Laat maar gaan. En de vraag is hoe. Dit is hier ook. No! Verkeerd! Oké. Okay. Hoe diep moet die gaan? Even kijken, als ik het test, dan moet die bij 3. 1, 2, 3. Kunnen we dus ongeveer 7 hebben? Nou, dat is goed. Want dit is dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als het goed is, is dit hoe ik het ongeveer wil hebben.
Het hoeft geen gigantische. 3, 4, 5. Ja, dat is 9, maar dat mag niet. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Gaan we dan gewoon zo doen? Kijk wel. Dus als ik het gewoon zo, dan kom ik dadelijk bij mijn eigen gat uit, zie je? Oké. Okay. Gewoon ook zo hoog laten en dan. Het is dan wel vrij hoog, hè? We kunnen het ook, kijk. Het zo hoog. Zal dat gaan? Je stoot wel je hoofd hier. Maar hoe vaak komen we hier? Niet zo vaak. Ik bedoel, het is wel een bunker, hè? Dus we moeten er nog twee. Moeten we eruit halen. Twee stuks. Hier moeten dus drie. Toch? Ja. Kijk. Het is misschien iets beter. Ik heb niet te snel. Shit. We hebben een volledige stack met keien. Nou weet je wat, dit gaan we de volgende keer wel weer doen. Het begint onder dan donker te worden. Ga ik het hier eens belaten, jongens. Dan zien wij elkaar in ieder geval weer morgen weer terug. Hopelijk zijn jullie echt morgen er in ieder geval echt ook bij. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!